Welk gevoel overheerst na dit gelijke spel tegen Kozakke Boys? Vooral teleurstelling. Je komt maar 25 minuten met komt de tegenstander met 10 man te staan. En ja, dan moeten we het gewoon uitspelen. En dan, ja, dan gebeuren de dingen in het veld wat niet kan. En dan, je komt nog wel gelukkig op een voorsprong. Maar hoe we de goal weer tegen krijgen, niet scherp. Vrij trap die snel genomen wordt en hij ligt bij ons in het mandje. Waar ligt dat aan, dat de scherpte ontbreekt op zulke momenten? Ja, dat is lastig te zeggen. Ik denk, je moet sowieso altijd gelijk voor de bal gaan staan, dat ze hem niet snel kunnen nemen. Iedereen keek weer om zich heen en je probeert nog aan te geven, maar iedereen deed vandaag maar wat. Dus het was niet de wedstrijd zoals jullie hem kunnen spelen? Nee, absoluut niet. Hun komen met 10 man te staan en dan moeten we gewoon die bal laten gaan. 1-2 keer raken. Maar dan gaan we te veel dribbelen. Iedereen doet maar wat. En dan speel je troosteloos gelijk. Hoe is dat dan voor jou als keeper dat je dat ziet gebeuren en eigenlijk nauwelijks er wat aan kan doen? Ja, het is frustrerend. Je probeert het nog van achteruit te sturen. Maar ja, je kan niet iedereen zijn ding laten doen en hun helpen. Je probeert het vanuit achteruit te sturen en dan moet de rest het overnemen. Maar dat is vandaag niet gebeurd. Nou, het positieve eraan is dat er weer niet verloren wordt. Die reeks is al een tijdje bezig en dat je wel bovenin blijft. Of heb je dat gevoel helemaal niet op dit moment? Nou, het is dan het enige dat je zegt, het positieve punt. Maar ik had liever hier gewoon gewonnen en gekeken wat de rest had gedaan.